het oosten van onze provincie in 1939. Niets lijkt het gemoedelijke leven te kunnen verstoren. Maar in september 1939 valt Nazi-Duitsland Polen binnen. Een paar dagen eerder is het Nederlands leger gemobiliseerd. Ruim 50.000 soldaten komen naar onze regio. Want in de Gelderse Vallei ligt een belangrijke verdedigingslinie. Als de dan 9-jarige Johan Lagerweij uit Renswoude uit school komt, weet hij niet wat hij ziet. Het dorp, dat was zo vol. En het was allemaal anders. Er waren militairen, die moesten een mitrailleurkaart trekken. Dat noemden ze een trekhonden. Die hadden een zeel om en met een touw en dan moesten ze trekken. En dan liepen er twee achter te duwen, achter zo'n handkaart met zo'n mitrailleur erop. En er waren paarden, er waren kanonnen. Dat was door het hele dorp heen en motoren en auto's en de straten vol en aan beide kanten. En het was hartstikke druk. Nu konden wij altijd naar school, binnendoor, maar wij konden ook eromheen. Dat was de grote weg. En toen dan die mobilisatie uitbrak, toen wilden wij natuurlijk wel door het dorp heen, want er viel wat te beleven. Want ja, dit was iets dat hadden wij nog nooit gezien en het was zo druk en het stonk overal naar paardenstront en naar... En ik weet niet, en naar tuigen en naar zweet. De hele omgeving stroomt vol met soldaten. Rond Renswoude, waar Johan woont, maar ook hier in Leersum verandert het straatbeeld. De soldaten komen om de grebbelinie gevechtsklaar te maken. Dat is een verdedigingslinie die de vijand moet tegenhouden doordat het gebied onder water wordt gezet. Veel militairen zijn op dat moment al jaren uit dienst. Dus ze moeten weer ophalen wat ze geleerd hadden. Zoals marcheren, handgranaat werpen en schieten. Hier op het station in Maarsbergen komen soldaten en materieel aan. Ze worden op allerlei plekken ingekwartierd. Op boerderijen, in leegstaande fabriekshallen, in scholen. Ook bij Johan op de boerderij. En op het erf een hoop soldaten, en er stonden 22 paarden, hadden ze gestaald in tussentijd. En er waren zo'n 25 man, die sliepen dan bij ons. En er was er een wachtmeester, die had de wacht gehouden op het erf. Want ja, die hadden die paarden en die militairen en alles. En we hadden gewoon zo'n houten kruiwagen, en daar stonden die zijleertjes op, die je er zo af kunt trekken. En die lag te slapen en toen is mijn vader, die is gaan kruien met die wachtmeester in de krui over het erf heen. Op de boerderij van Johan en zijn familie blijven de militairen maar één nacht. Er is geen plek om ze lang te huisvesten, want de koeien en de varkens moeten terug in de stal. Maar in de omgeving blijft het druk. Kijk, hier ligt Scherpenzeel en Ginstra en Zwoude. Deze boerderij, hier woonde ik. Hier werd Fort Fijma gebouwd, er stonden 3 zware mitrailleurs in. Daar speelden wij en daar. Langs die beek er werden die versterkingen aangebracht, die loopgraven en die veldschansen. Die kennis konden wij er gebruiken om hier onze eigen loopgraaf te maken. S'avonds gingen wij met de buurjongens tegenover ons onze eigen stelling bouwen. En dan groeven wij een soort slootje, en dan gooien we oude planken en ja, alles wat maar een beetje een schot of een ding was, dan gooiden we eroverheen en daar ook weer zand overheen. En dan hadden we ook schietgaten, we hadden met pijl en boog en dan, ja, dan schoten wij daar en dan hadden we ook een schuilkelder. Dat keken wij allemaal af van de loopgraven, er vlakbij. Ja, dat was toen nog een interessante gebeurtenis eigenlijk. We hebben best op schik gehad, hoe gek dat misschien ook klinkt, maar we wisten toen nog totaal natuurlijk niet wat er nog allemaal ging komen. Op allerlei plekken maken de soldaten die loopgraven, maar ook prikkeldraadversperringen. En grote stukken land worden onder water gezet. De soldaten zijn dag in dag uit bezig om ervoor te zorgen dat de vijand niet verder naar het westen kan oprukken, als de oorlog inderdaad uitbreekt. Al die extra mannen moeten ook eten. Daarvoor wordt een veldkeuken in het dorp neergezet. Die had keukenwagens, die werden ook met paarden getrokken. Het waren van de hele grote kookpotten, op wielen eigenlijk. En daar werd dan ja, eten gekookt. Het zag er niet altijd even smakelijk uit, maar ja, dat hoorde er helemaal erbij, geloof ik. Het was in ieder geval toch goed eetbaar. En opa, die had ook 3 man die bij hem ingekwartierd waren. En die had dan een dochter, die woonde erbij in. En die aten dan ook mee, gewoon met soldaten, want dan haalden ze altijd de proporties meer. Het leven ging toen nog een poosje gewoon door, maar er hing toch overal wel een bepaalde spanning. Langzaamaan wordt de sfeer grimmiger. Zo jong als hij is, heeft Johan wel door dat er iets aan de hand is. Dat kon je ook merken als mijn vader aan tafel zat en we gingen eten. En hij bad hardop altijd en dan bad hij ook voor de veiligheid en de vrede en de bewaring van hoger hand. En dat waren woorden die hij voor die tijd dus niet gebruikte en ja, en dat merkten wij wel. De mobilisatie duurt ruim 8 maanden. Dan breekt de oorlog uit.